We zijn weer in de Wasstraat. Ja. Jee. Gaat wel snel, hè? We nemen een langere route terug. Maar het was een erg goed congres. Het was echt supergoed. Moet je... Als het volgend jaar weer is, is het een aanrader. Freiburg is ook een erg leuk stadje. Hij hangt op zijn kop. Even kijken of hij zo lekker ligt. Ja. Wat ik ook erg leuk vond, was de eerste avond toen we er aankwamen. Toen zat ik een beetje in mijn eentje in het hotel. Ik was daar met Steven Hay heen gevlogen. We zaten in hetzelfde vliegtuig. Ja. Maar hij sprak op het congres. En dus hij ging naar het sprekersdiner. Ja. En ik zat alleen op mijn hotelkamer. Dus op een gegeven moment een beetje kijken van waar gaan mensen... of zijn er mensen die ergens gaan eten. Nou, twee gasten die twitterden. Wij zitten op het plein en kom erbij. Dus ik daar ook heen. Mm-hmm. En op een gegeven moment, 2 uur later, zaten we met 50 nerds. Zaten we daar een hele lange tafel. Oh, nice. Oh, wat goed zeg. Heel tof was dat. Nerds en designers en allemaal over het web te praten. Oh, goed. Ja, dat was echt heel tof. Ja. Ja, dat is wel... Dat soort bijeenkomsten, dat... Dat is vaak een fijn excuus om inderdaad gewoon ook in je... Gewoon in de volledige vrije tijd. Hè, wat je meestal doet is na je werk ga je naar huis. En dan ga je op de kinderen passen of wat dan ook. Maar dit is een mooi excuus om gewoon non-stop te nerden. 3 dagen lang discussies. Alleen maar over een vakgebied gehad. Ja. Heb je nog de heftige discussies gehad met mensen? Zo van, waar je tot nieuwe inzichten bent gekomen? Of misschien andere inzichten hebt gekregen? Nee, ik vond dus die van Engel. Paul Boeck, dat was dus dat was voor mij echt wel een nieuw inzicht. Dat was echt wel een verandering. Normaal ben ik dus iemand die inderdaad alleen maar vanuit de user denkt. En toen dacht ik, oh ja, daar heeft hij op zich wel gelijk in. Heeft hij wel een goed punt. Ja. Dat was wel een nieuw inzicht. Verder niet echt nieuwe dingen. Wel inspirerend over hoe je om moet gaan met typografie. En de mensen die... De principal designer van Twitter was er. Oh, wow. Die vertelde over zijn zoektocht naar een formule... om de ideale verhouding tussen measure... dat is de breedte van een tekst. Dus hoeveel letters er op een regel staan. Ja. Dus measure en schermgrootte... Daar was hij nou op zoek gegaan. Oké. En ja, dat was echt een... Met responsive. Responsive design. Ja, ja, ja. En dat... alleen ik vond zijn conclusie niet goed. Het was echt een erg goed verhaal. Leuk verhaal ook. Oh, wat was de conclusie dan? En zijn conclusie was dat het... hij had een of andere jQuery plugin geschreven... die iets deed wat daarbij in de buurt kwam. Maar ik vind het gewoon een slecht idee om... JavaScript te gebruiken voor layout. Dat moet je niet doen. Ja. Dus dat... Zo, we worden gesignaleerd.